Welkom bij de video over GS1 Data Care voor leveranciers. Tijdens deze video zal ik een introductie geven over GS1 Data Care en daarna zal ik in mijn GS1 het dashboard laten zien. Ik zal de segmenten en de verschillende tabbladen laten zien. Introductie GS1 Data Care: GS1 Data Care is een programma om de productinformatie van medische hulpmiddelen in GDSN en het gebruik van deze productdata in zorginstellingen te optimaliseren. Waarom investeren we in optimalisatie van productdata van medische hulpmiddelen? Als eerst vanwege wetgeving op zowel nationaal als internationaal niveau. Verder de noodzaak voor helder inzicht in logistieke processen. En het verkrijgen en verbeteren van deze data is vaak tijdrovend. Door te werken met juiste en complete productdata wordt tijd bespaard en kunnen fouten door handmatige handelingen worden voorkomen. Wat doet IES dus van DataCare? gs van Datacare maakt het eenvoudig om de kwaliteit van productdata in GDSN te verbeteren. We bieden inzicht in waar de data kan worden verbeterd, zowel aan de kant van de leverancier als van de zorginstelling. Hoe gaat gs van Datacare jou helpen? Als eerste door middel van een dashboard. Een dashboard geeft inzicht in de kwaliteit van jouw productdata en ontbrekende artikelen. Verder een centrale GLN. Dit is een centrale GLN om in één keer naar alle zorginstellingen te publiceren. En communicatie. GS1 werkt als intermediair tussen leveranciers en zorginstellingen als het gaat over de kwaliteit van productdata. Laten we nu kijken naar het dashboard in mijn GS1. Wanneer je inlogt in mijn GS1, kun je bovenin kiezen voor het tabblad Mijn datakwaliteit, en daarna naar het tabblad GS1 Data Care. We kijken in deze video naar het fictieve account van Health4Life. Alle gebruikte data die je ziet is fictief. Je ziet nu het dashboard waar je inzicht krijgt in de kwaliteit van Health4Life productdata en de verbeteringen die nodig zijn om de zorginstelling van de juiste en complete data te voorzien. Je ziet hier verschillende segmenten en tabbladen. Deze zullen we één voor één bekijken. Het eerste segment links is die voor de zorginstelling. Hier zie je hoeveel zorginstellingen met Health4Life zijn gekoppeld. Wanneer een zorginstelling haar assortiment uploadt, wordt gekeken naar de GLN van de leveranciers en of er een match is. Ontbreekt de GLN in het assortiment van de zorginstelling, dan ben je niet gekoppeld. Je ziet hier dat artikelen van Health for Life op dit moment in één ziekenhuis voorkomen. Daaronder zie je een analyse van het assortiment dat je deelt via GDSN. De artikelen worden onderverdeeld in hoogurgente artikelen, die zie je hier bovenin, deze term zou je vaker terugzien in het dashboard en dit zijn de artikelen waar de focus op ligt binnen gs Data Care, ter verbetering van de datakwaliteit. En hieronder vind je nog het aantal overige artikelen, dus die hier niet onder vallen. Meer informatie hierover is te vinden op onze website. Voor held for Live geldt dus dat ze 90 artikelen met hoog risico hebben en 60 overige artikelen. Dan de voortgang datakwaliteit. Rechtsbovenin zie je de voortgang van de score van de datakwaliteit. Je vindt hier de kwaliteit van de artikelen van Health for Life door de tijd heen en een benchmark van alle hoog urgente artikelen van leveranciers die data delen via GDSN. In dit segment krijg je inzicht in de score van je eigen data en hoe je het doet ten opzichte van andere leveranciers. Deze benchmark wordt wekelijks verversd en zo zie je de voortgang van de datakwaliteit van je artikelen in GDSN. Er zijn drie lijnen. De lichtblauwe lijn toont de kwaliteit van artikelen in GDSN met hoge urgentie. De donkerblauwe lijn toont de kwaliteit van alle artikelen, zowel overig als hoog risico. En de oranje lijn is de kwaliteit van de benchmark. Dat zijn artikelen met hoge urgentie van alle leveranciers. In het derde segment, de actiepunten, zie je via een staafdiagram waar actiepunten zijn om de kwaliteit van jouw data te verbeteren. Je krijgt inzicht in welke informatie ontbreekt of onjuist is. Uitleg van de velden is te vinden in het Echo Data Model op onze website. Je kunt hier filteren op de artikelen en op validaties met hoge urgentie. Zo zie je welke acties de meeste prioriteit hebben. Wanneer je met je muis op een balk gaat staan, dan zul je zien dat hier extra informatie te vinden is via onderzoeken. En dan actiepunten kun je ook nog een uitgebreide actielijst vinden. Dan zal ik nu de verschillende tabbladen laten zien. Tabbladen kan je openen hier via het menu. En het eerste tabblad is het GTIN Overzicht. In het GTIN Overzicht zie je een totaaloverzicht van de GTIN's die je publiceert via GDSN. Je kunt filteren en het overzicht downloaden naar Excel. Dat doe je door hier op de puntjes te klikken en te kiezen voor gegevens exporteren. Het GTIN Overzicht kan je helpen om de prioriteiten te bepalen ter verbetering van jouw productdata. Als je je data via GIS van Data Source invoert, dan kun je rechtstreeks naar de Gtin en GIS van Data Source gaan door te klikken hier op de Gtin. Daar kan je dan de verbeteringen doorvoeren die nodig zijn en het artikel daarna weer opnieuw publiceren. Het tweede tabblad is het tabblad Actiepunten. In het tabblad Actiepunten worden de actiepunten uitgebreider weergegeven. Je kunt hier vinden of een GTIN in een ziekenhuisassortiment zit, of de GTIN hoge urgentie heeft, dus in scope is, welke scoren de GTIN heeft en welke aftrekpunten er zijn toegekend aan een GTIN op basis van ontbrekende of incorrecte gegevens. Zo kan je gericht aan het werk met de verbeteringen. Je kunt filters instellen en het geheel of de resultaten van het filter downloaden naar Excel. Je ziet hier de verschillende filtermogelijkheden. En hier rechts onderin kan je de verschillende kolommen met informatie zien. Het exporteren van Excel kan hier via de drie puntjes en dan gegevens exporteren. Het derde tabblad is het tabblad aflopende certificaten. En dit tabblad geeft inzicht in welke certificaten verlopen zijn of binnen een jaar zullen verlopen. Dit wordt gevuld op basis van de in GDSN ingevoerde data over de certificaten. Je ziet hier de einddatum van het certificaat staan. Dus je moet zorgen dat je voor die tijd het certificaat hebt vervangen. En het laatste tabblad is het tabblad ontbrekende artikelen. En dit tabblad geeft een overzicht van artikelen die wel in het assortiment van een zorginstelling zitten, maar nog ontbreken in GDSN. Dit is gebaseerd op data van gekoppelde zorginstellingen. Als er in deze lijst TTI's staan die niet toegevoegd kunnen worden, geef dit dan door aan GS1. Wij zorgen ervoor dat de zorginstellingen verbeteringen door kunnen voeren in hun ERP of voorraadbeheersystemen. Als je wijzigingen in je productdata doorvoert, worden die de volgende dag zichtbaar in het dashboard. Mochten er naar aanleiding van deze video nog vragen zijn, neem dan contact op met onze afdeling relatiemanagement.